Yo gasten van DMG's Gaming, ik ben Daan en ik heb vandaag weer een nieuwe commentaar voor jullie. En vandaag gaan we even live Call of Duty Ghost doen. Want ik zat net Call of Duty Ghost op, ik heb het al een tijdje niet meer echt serieus gedaan, zeg maar. Ik had er ook helemaal geen zin in. En Max zei gisteren ook zo van, de Macro Camo is er en Dropzone is er en zo. Dus ik denk, ik ga het morgen wel even spelen, dus ik ga het nu even spelen. En toen ik dus maar mijn classes ging kijken, toen zag ik daaronder staan, Generate New Loadout. En ik wil het natuurlijk wel even uittesten wat het is, dus ik ging even kijken en toen drukte ik op Random. En er stond een randomize your loadout, are you crazy enough? Nou, dat gaan we dus even doen. Dan gaan we gewoon een live potje mee spelen. We gaan gewoon dropzone doen. En, oh wow, we krijgen een sniper. Nou, we gaan er wel even attachments op zetten. Dat vind ik dan wel weer chill. We gaan wel met attachments spelen. We gaan gewoon de silencer, ACOG en dit. Gewoon met heel random iets. Oké, dat gaan we dus doen. En, oh nice, ik kan met... Oh, welke zullen we doen? Kom, we gaan met de ducky. Ja, we gaan gewoon met de ducky kijken of dat gaat lukken. En ik heb echt een shit class, man. Oké, hier gaan we ook gewoon dual wield en silencer. En zit er even space cats op. Nou, dat vind ik op zich wel een goede setup. Maar de killstreaks heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Dus we gaan gewoon lekker drop zo spelen. Hopelijk dat we niet in een playing game komen. Want dat zou echt heel erg fucked up zijn. Oh, nice. Niet in een playing game. Maar in ieder geval, ik zie jullie als we in het potje zijn. Tot zometeen. En dan zijn we dus in het potje. Het potje gaat beginnen. En ik zal eerst even iedereen muten, zodat jullie daar geen last van hebben. Zit een Jaraski fanboy in deze lobby. Maar in ieder geval, het is echt een hele kutklas. Maar ja, de Ducky Camo zit erop. En we spelen met Captain Price. Dus dat zou alles goed moeten maken. Maar ik ga in ieder geval niet voor die dropzone. Want ja, dat vind ik zelf een beetje onzin. En waarom krijg ik nou hitmarkers? Nee, kut. Dit is echt niet te spelen. Ik weet niet of mensen hiermee spelen en hoe ze ermee spelen, maar dit is echt onmogelijk. Oh nee, ik heb on the go, fuck. Dat wist ik niet. Dit was een fuck dat, maar ik ga ook een beetje met mijn secondary proberen te spelen, want misschien dat ik daar wel... Oh, ik heb een C4. Hoppakee. Nee, dit is echt onmogelijk om mee te spelen. Ik heb geen focus, ik heb helemaal niks. Ik heb alleen maar poep perks. Sorry. Dus ik ben mijn eerste potje sinds een paar dagen weer, dus ik moet een beetje inkomen. Oké, de drop zone is veranderd, denk ik. Ja, is veranderd. Nee, dus ik heb allemaal tryharders, dat is wel... Hij heeft een squad, mate. Nee. Je kan hem C4 erin gooien, maar dat gaat niet echt werken op deze manier. Oeh. Oh. Ik heb hem mijn 9-bang gooien, zijn ze al af. Oké, ik ga gewoon even met mijn handguns lopen. Heb ik trouwens blind time? Wacht even, heel even kijken of ik blind time heb. Hier heb ik een blind time, dus ik kan gewoon buiten lopen. Dat is wel chill. Maar ik moet wel wegblijven van mijn teammates, want anders ga ik alsnog dood. Wat fuck gebeurt hier? Oké, zit op de nieuwe drop zijn. Oh nice, ik heb een care package unlocked. Want die wil ik, als ik eerlijk ben, wel hebben. Waar is hij hier? Oh wow. En wie krijgt er weer een ammo crate? Ja hoor, Daniel. Ik ga hier gewoon op. Oh nice, een honey badger. Het zal met ACOG, maar het is beter. Oh, single shot. Nee. Oh, ik heb al 3 kills. Holy shit. Oh, dat is echt beest. Nee. Ren. Holy shit, dit is dan best wel fijn ook, ouwe. Nee, best ik vestig. Ga weg. Nee! Oh, die hebben ze nog niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Ah, kut. Ga ik weer dood. Wauw.
Oh, payback, bitch. Je kan toch geen kills meemaken, man. Nee. Nee, IED, fuck dit. Oké, we zitten op de dropzone nu. Laten we proberen een care package te halen. Oh mijn god. Dit is onmogelijk, man. Oh, kill. Double kill. Nog kill? Nee, jammer. Nee, niet. Potje er bijna op. Mijn telefoon ging en mijn zusje die riep mij, dus ik kan even niet opnemen. Ik ben net even bezig. Oké, nog een kill met C4. Nee, oh, komen no-scopen. Als het was gelukt, jongen, was echt een wereldkill. Oké, C4 naar boven. En boom. Nog een kill met C4. Dat is zo verpowered, gek. Holy shit. Ik vind altijd die dots van DLC, die vind ik altijd zo scheid, want je kan er niet mee aimen en dat is het probleem. Oké, gewoon met mijn handgun. Oké, dan gaan we hier eens proberen wat kills op te pakken. Check mijn triggerfinger, man. Echt beest. Nee, oh, ik ga hem weer quickscopen. Fuck. Ah, fuck, ik heb bijna het van de kill. Dit was het potje in ieder geval, gasten. Ja, voor het leuke video, laat even een like achter. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer, gasten. Later.